Een plugin waar spelers heel makkelijk items kunnen verkopen aan de server zelf met behulp van een GUI. Ik ga het jullie vandaag gaan laten zien in deze plugin. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met de plugin Cell GUI of Cell GUI. Dit is een plugin die je toelaat om heel makkelijk items te kunnen verkopen aan de server zelf. Deze plugin tutorial is niet aangevraagd door iemand, maar door mijzelf. Ik heb eventjes zelf nieuwe plugins opgezocht en ik dacht, dit lijkt me wel heel interessant. Dus deze plugin laat je toe om items te gaan verkopen aan de server zelf. Maar je kan het ook gaan gebruiken met behulp van citizens. Maar daarvoor heb je een extra plugin nodig en dat is eigenlijk de Cell GUI Trade. Dus die klik je hier dan ook eventjes op download. Je klikt hier op download now, dan haal je deze plugin af, plaats in je plugins folder, je start je server op en het gaat van versie 1.8 tot 1.12.2, maar voor de citizens en de trade moet het een versie 1.12.2 zijn. Je kan met deze plugin een bordje gebruiken, je kan er een GUI op openen, je kan er nog een hele hoop dingen meer en ik ga het jullie vandaag gaan laten zien. Oké, je bent terecht gekomen op de server. Ja, ik weet het, ik moet mij nog scheren en ja, ik weet het, er staat nog een Jens. Deze plugin is eigenlijk heel eenvoudig. Je typt /cell en dan opent hij een GUI, de Cell Shop. In de Cell Shop kan je bijvoorbeeld steen of alle soorten items die je ook maar wilt er gaan inzetten. Dan klik je weer vervolgens op Cell Items en dan zien we steen 64, $640. Ik klik erop, you have been paid $640. Woe! En dat is eigenlijk in een heel grote notendop de volledige plugin. Maar ja, je hebt ook nog citizens en je hebt ook nog een bordje. En dan kom ik zelfs bij, want je kan alles aanpassen in de config-file. En dit is eigenlijk de config-file. Je ziet bij Cell GUI config en we gaan eventjes gaan kijken wat er in de config-file staat. In de config-file kan je de GUI-titel aanpassen, dus het titeltje van boven. Je kan het aantal rijen aanpassen, het pay-berichtje, ook de titel die in het scherm komt. Nu, de titel en het berichtje kan je ook allebei uitzetten met behulp van deze twee opties. Enchant Multiplier, weet ik niet heel juist wat dat is. Ik denk dat als je een enchantment hebt, dat het wordt gemultiplied, het bedrag, denk ik. Het Alt-commando is Cell GUI. Als ik Cell GUI typ, dan zie je dus ook dat het Cell Shop menu gaat geopend worden. Maar je kan dus ook zelf een eigen commando gaan kiezen. We hebben hier ook nog inventory item, is de inventory item name. De Cell item, dat is eigenlijk heel eenvoudig de emerald. En als ik even ga kijken bij Cell, dan zie je dus dat dit de emerald is van het cell item. We hebben dan ook nog de andere blokjes, we hebben het bordje die we kunnen aanpassen. Vervolgens zien we het volgende en dat zijn de cell prices. Met de cell prices kan je voor ieder blokje dan maar ook in de hele server een eigen prijs gaan aan toegeven. Zoals ik heb gedaan met de steen, daar zie je 10 op staan. Maar je kan ook essentials waarden gaan gebruiken. En dat raad ik jullie misschien op het begin aan als je zelf geen prijzen aan wilt toevoegen. Dan zet je dit op true en dan gaat hij essentials gaan gebruiken. Maar dan heb je natuurlijk essentials nodig. En dan gaat hij deze allemaal ook gaan negeren. Je hebt dan ook nog een blacklisted items. Dat zijn eigenlijk de zwarte lijst. En hier kan je op deze zwarte lijst items zetten die niet mogen verkocht worden. Zoals lucht bijvoorbeeld. Maar je kan ook custom items eraan toevoegen, zoiets als dit. Dit is gras-0. De streepje 0 dat betekent heel eenvoudig. Als ik even ga kijken, gras heeft maar één waarde, dus dat is 0. Maar steen heeft verschillende. Je ziet hier 0, 1, 2, 3. Dat is allemaal hetzelfde aantal, of hetzelfde steen. Dus dan kan je ook een ander nummer erbij gaan zetten. Je kan hier dan een naam gaan meegeven. En dat is eigenlijk de naam. Ja, ik snap het niet heel juist, maar zo kan je custom items eraan toevoegen. Ik heb het getest gehad, maar ik weet niet heel goed hoe het werkt. En zo kan je dus eigenlijk zelf je dingen gaan aanpassen. Je slaat het dan op, je gaat dan terug naar je server, je typt cell reload en het is herladen. En dan vanaf dan kan je terug de plugin volledig gaan gebruiken. Nu, één dingetje wat ik wel heb opgemerkt, als we /cell typen, we zetten bijvoorbeeld een bord in. Normaal gezien zou er dan een lore tevoorschijn moeten komen. Dus eigenlijk een lore met uitleg over, dit is de prijs ervan. Nu, ik heb gezien in de config-file dat dit er ook nog niet bij zit. Dus om een of andere reden komt de lore, zoals je hier kunt zien, dat paarse ding komt nog niet hierin. En toch had hij gezegd dat het er wel in stond. Maar je kan ook een bordje maken. En een bordje maak je eigenlijk als volgende. Je zet van boven cell en dan GUI. En als je cell GUI typt tussen van deze vierkante haakjes en dan gewoon op gereed, dan krijg je het bordje met cell. En het is heel moeilijk om te lezen. Right click to cell items. Dan kan je rechtermuis op klikken. En ja,
dat werkt niet. Het is een plugin in development, zoals je kunt zien. En om een of andere reden werkt het bordje niet en wil het ook niet opengaan. Je krijgt zelfs ook geen errors, dus ja. Dus ja, je kan zowel een bordje aanmaken, maar ik weet zeker dat het sowieso wordt geüpdate. Voordat ik naar de Citizens plugin ga, weet ik nu al dat er mensen zijn die dit gaan zeggen. Jens, niemand krijgt het menu open. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, je moet een bepaalde permissie hebben. En het staat hier ook onderbij, je moet de permissie cellgui.use hebben om het te mogen gebruiken. Pas als je deze permissie hebt, dan pas werkt het. Dus het kan misschien zijn omdat ik toch OP heb en ik ook om een of andere reden niet de GUI open krijg door middel van het bordje. Nou ja, dat volledig aan de zijde. Je kan ook een NPC maken en met behulp van deze NPC kan je ook het menu openen. En hoe doe je dat? Eigenlijk heel eenvoudig. Je typt als eerste /npc create en dan geef je het bijvoorbeeld, ik ga nu mijn eigen eventjes binnenhalen. Ik heb weer mijn eigen gecreëerd. Zoals je hier dus ziet, staat hier een Jensie 1996. Je kan ook kiezen wat je eigenlijk binnenhaalt, maar op zich niet uit. Wil je meer weten over Citizens of een NPC, dan moet je hieronder eventjes een linkje in de beschrijving volgen. Vervolgens doe ik NPC look, zodat hij naar mij kijkt. Zo heb ik nu twee kijkende NPC's naar mij. En vervolgens gaan we het volgende doen, en dat is heel makkelijk. Dat is eigenlijk trade at cell. En dan zie je cel is toegevoegd, rechtermuisknop en het celcommando is eraan toegevoegd. Dus zo simpel is dat. Dat is het. Nu, ik wil er eventjes bij zeggen, deze plugin is nog jong, hij is nog volledig in development. Dus ja, er zijn wel wat probleempjes met deze plugin. Maar ik vind het fantastisch wat er eigenlijk in zit. Het maakt het veel makkelijker. Je hebt niet echt meer een shop nodig bij bijvoorbeeld een survival op zo'n server. Je teleporteert mensen naar een plaats. Je hebt hier zo'n mannetje staan, die klikken erop. Hup, die kunnen de items erin slepen en hup, het is verkocht. Dus zo simpel is dat, of die bordjes, maar ja, ze werken nog niet. Maar ja, ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een duimpje omhoog te doen. Ik sta hier tussen twee citizens en hoe mooi. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een duimpje omhoog te doen. Raak ook in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet eventjes dat belicoontje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar, mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!